In het regeerakkoord wordt dus besloten dat er 500 animal cops komen. Animal cops, animal cops, animal cops komen. Geloof me dat die animal cops heel goed werk te doen. Heel goed werk te doen. Heel goed werk te doen. Maar wat moet een animal cop eigenlijk doen? En zijn ze wel nodig? Wie wordt er nu gearresteerd? Wie wordt er nu gearresteerd? Wie wordt er nu gearresteerd? De eerste 114 dierenpolitie inval. We hebben er zo'n 4 maanden op moeten wachten, maar dan heb je ook echt wat. Zojuist heb ik schokkende beelden binnengekregen. Ik denk dat deze droom op zich voor iedereen is weggelegd. Het kappersvak is een erg creatief vak en ja, het haar van mensen blijft altijd groeien, dus er zal ook altijd werk voor ons zijn. Het is heerlijk om met je vingers bezig te zijn. Je bent nooit uitgeleerd in het kappersvak. Je moet het niet kiezen omdat je niets anders weet. Forensisch onderzoek is alles behalve een boekenvak. Natuurlijk krijg je tijdens de opleiding forensisch onderzoek veel theorievakken. Maar zeker zoveel leer je tijdens de praktijkuren. Dan werk je bijvoorbeeld op een plaats delict. Of in het uiterst professioneel opgezette laboratorium, zoals je hier ziet. Wij hebben eerst het glas gebroken, zoals een inbreker in een echt PD ook zou doen. De kleding die diegene aan had, hebben wij in een zak gedaan, zodat we hem op tafel konden leggen en konden onderzoeken. Nou, dag 1 kom ik eigenlijk wel achter dat alles wat je op tv ziet, dat daar bijna niks van klopt. Eventjes gewoon wachten. Het Noorderpoort College had al een gewone sportopleiding, een opleiding tot schoonheidsspecialist en een recreatieopleiding. Die worden nu gecombineerd in 1 brede opleiding. De opleiding begint met 75 studenten, maar dat moeten er 400 worden.